De dreiging in de wereld om ons heen neemt toe. Terroristische organisaties en groeperingen beschikken steeds meer over ballistische raketten. Een directe bedreiging voor de veiligheid van Europa en voor Nederland. Daarom wordt de verdediging tegen ballistische raketten steeds belangrijker. Deze verdediging is complex. Ballistische raketten gaan ver, hoog en ongelooflijk snel. Het onderscheppen en vernietigen vereist samenwerking tussen landen, sensoren en wapensystemen. Onze luchtverdedigings- en commandofregatten hebben geavanceerde radars en systemen. Hiermee kunnen ze op een afstand van meer dan 1500 kilometer ballistische raketten tot buiten de dampkring detecteren en volgen. Met deze informatie kan een ander marineschip de ballistische raket neerhalen. Tegelijkertijd behoudt het LCF haar luchtverdedigingscapaciteit. Uniek in de wereld. Te danken aan de innige samenwerking tussen Defensie, de industrie en kennisinstituten. Nederland is koploper op het gebied van de verdediging tegen ballistische raketten. Ze levert een essentiële bijdrage aan de defensieve capaciteit van de NAVO tegen kwaadwillende landen en groeperingen.